En veel Oekraïense vluchtelingen dan, die hebben een huisdier meegenomen. Ja, internationale dierenbeschermingsorganisaties schatten dat er honderdduizenden huisdieren mee zijn genomen vanuit Oekraïne. Ja, het is natuurlijk ook niet de bedoeling om je huisdier achter te laten. En daarom hebben veel mensen dat gewoon gedaan. We hebben nog nooit eerder zoveel huisdieren in mandjes en kooitjes mee zien gaan. Die treinen in, ja, al die mensenmassa's met die dieren er dus naast. En die komen dan uiteindelijk natuurlijk ook op een nieuwe plek terecht. Ook in Nederland zijn inmiddels veel Oekraïense huisdieren gearriveerd. En ook die moeten wel eens naar de dierenarts. En daarom doen Nederlandse dierenartsen dat nu dus gratis. In Nederland, Patap heel veel blij. In Kiev heel veel bang. Altijd. Deze nu in Nederland rustig lief. Dierenartsen hebben aangegeven, wij willen helpen. Nu is het vooral belangrijk dat de Oekraïners met dieren daadwerkelijk zich bij ons melden. Goed zo, jongen. Eerst de rabiesprik even pakken. Nou ja, je wil graag iets doen in deze crisis. En toen kwam de oproep vanuit de stichting om voor dierenartsen om zich beschikbaar te stellen. Om mee te helpen aan dit soort projecten. En nou, dat doen wij heel erg graag voor de mensen uit Oekraïne. Dankjewel. Dankjewel. Ja, je hebt ook u heeft ook een huisdier, een hond, Jess. Ja. Kunt u voorstellen dat je met je hele hebben en houden en je hond dus op pad bent? Ja, ik kan me niet voorstellen dat je de honden achterlaat in dat geval. Nee. Dat is gewoon deel van de familie wat dat betreft. We zien hier ook een foto. Dit is hem, hè? Ja. Oh. Ja.